Mijn naam is Maaike Raté, ik ben neuskeloraks en hoofdhalschirurg. Ik heb geneeskunde gekozen vanuit idealisme. Ik wou mensen helpen, voor mensen zorgen. Maar ik was natuurlijk als 17-jarige ook heel erg benieuwd naar hoe dat menselijk lichaam juist werkte. Bovendien vond ik het ook heel belangrijk om een job te doen waarin ik kon blijven bijleren. En dat is in geneeskunde zeker en vast het geval. Het is zo dat ik mij nu het laatste anderhalf jaar gespecialiseerd heb aan de hand van een aantal buitenlandse bijkomende opleidingen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland in de kinderluchtwegproblematiek, maar ook in hoofd-halschirurgie, zowel bij kinderen als bij volwassenen. En de bedoeling is dat ik ook endoscopische speekselklierchirurgie ga doen. Dus mijn doel is dus om het bestaande neuskeloorteam om hun expertise aan te vullen, specifiek dan op die vlakken van kinderluchtwegproblemen, dus, maar dan ook de speekselklierchirurgie. Soms is het eleganter om een speekselklier met een cameraatje te opereren in plaats van de speekselklier helemaal uit te halen. En dan is het ook de bedoeling dat ik het bestaande hoofd-halsteam aanvul om dan de oncologische en niet-oncologische patiënten mee te behandelen.